Het verwerken van visafval tot vissilage is volgens Jenna Wijngaarden een oplossing voor het visafvaldumpingprobleem. Dit was aanleiding voor de start van een project waarbij trainingen worden verzorgd over de productie van vissilage. Vissilage is een vloeibare meststof die vervaardigd wordt uit visafval en heel geschikt is voor de landbouwsector. Wijngaarden is consultant van de Food and Agriculture Organization en probeert met de trainingen meer bekendheid te geven en meer mensen te interesseren in het gebruik van vissilage. Vissilage wordt gemaakt van visafval en kan van alle vissoorten geproduceerd worden. Het is wel vereist dat de vis zo vers mogelijk is. De resten worden tot een soort mengsel gemalen, waarna er 2 weken lang elke dag zuur aan wordt toegevoegd. Na de 2 weken is de vissilage gereed om gebruikt te worden als meststof voor planten of als vismeel in veevoer. Ten aanzien van het gebruik van de silage als meststof zegt Wijngaarden dat uit onderzoek is gebleken dat deze in verhouding meer stikstof bevat dan fosfor en kalium. Als je toegang hebt tot visafval, is het een relatief simpel proces om deze meststof te maken. Dus dat betekent dat die ook veel goedkoper zal zijn dan je import chemische meststoffen. De exacte kosten zijn wij nu aan het berekenen. En wij hopen binnen nu en een paar weken de deelnemers te informeren wat de geschatte kosten zijn van vissilage ten opzichte van de wat wij noemen de conventionele meststoffen zoals NPK. Suresh Kalpo, die al ruim 6 jaar vissilage gebruikt, participeert ook aan de trainingen. Hij vindt het belangrijk dat ook jongeren leren hoe zij vissilage moeten maken. Dit proces geeft natuurlijk veel meer aminozuren, dus een sterker meststof. Het is bijna te vergelijken met kunstmest. Vandaar dat jonge studenten, jongeren, verder moeten ingaan, want hier zit er een heel groot stuk wetenschap in. En voor al dit soort zaken moeten we eigenlijk landbouwkundigen inschakelen om het verder uit te rafelen. Daarom zouden jongeren van het NATIN, van PTC, etc. Dit verder moeten gaan toepassen en de kennis overnemen van iets wat ouderen als ik en mevrouw Wijngaarden en al de mensen met de kennis en dit toepassen, want het is sowieso iets waardevoller dan wat we tot nu toe hebben geleerd in de tuin met staalmes, etc. En jongeren willen niet meer gaan ploeteren met modder en alle problemen. Dus is dit waarschijnlijk een mogelijkheid om een beter geconcentreerde meststof te hebben voor hun agrarisch. Want de jongeren willen nu maar aquaponic, hydroponic en een mooi ding die de luisters kunnen gaan googlen is vertical farming. Wijngaarden gaf tenslotte aan dat vissilage jarenlang houdbaar is.